Ik heb een poging. Hey, prinsesje. Hoe is het? En heb je huiswerk gemaakt? Ja. Kijk eens. Ben je best leven doen, hè? Als jij je nou stipt aan de aanwijzingen houdt, dan kan er gewoon helemaal niks mis gaan. Wat wil je dan precies dat we doen? Dat je bij de wapendepots inbreekt. Laat het op een gewone inbraak lijken, dus geen grootschalige militaire acties of dat soort ongeheim. Oké. Okay. Kevin. Nou, waar blijf je? Hé, hey, zus. Ik heb net iets gekregen en ik moet het je laten zien. Wat dan? Wacht maar, je gaat het meemaken. Ja, kom je nou nog eten? Ik weet het niet, maar ik bel je. Ja. Hey, welkom in Suriname. Dank u, dank u. En om dat feit te vieren hebben we net overal in het land het licht uitgedaan. Ja, ja, ja. Hebt u een goede reis gehad? Ja. Oké. Okay. Jopie is de naam. Jopie. Ja? Jopie 2, om precies te zijn. Oh, ja. U vindt het niet te donker, hè? Nee hoor, nee. Ja, stakingen zullen we maar zeggen. Zullen we gaan? Laat me u helpen met uw koffer. Oké. Okay. Vanavond weer echt een ouderwets feest, hè? Iedereen staakt. Is uw eerste keer in Suriname? Ja. Mensen beginnen genoeg te krijgen van deze bevelhebber. Ja, een van onze nieuwste helden, Poelgeest. Hij durfde alles te schrijven wat er misgegaan is voor de ingreep van 1930 en ook daarna. Ja, toen hij nog in leven was, ja, kankerde men op hem. Ja. Maar nu hij verdronken is, vindt men het vreselijk.
Surinamers zijn net mensen, hè. En de heer Callan, die onderwijs gaat doen. Dit schaduwkabinet verdient het zo snel mogelijk naar Suriname te gaan. Als de situatie toelaat, uiteraard. Eenmaal in Paramaribo hebben we u allen nodig om de ondergang en de leegloop van ons mooie land tegen te houden. Ik heb iemand naar Suriname gestuurd om uit te zoeken hoe Poelgeest aan zijn einde is gekomen. Hij komt wel in een wespennest terecht, meneer Schaafsma. De Nederlandse overheid beschermt haar onderdanen. Kevin Poelgeest is een Nederlands staatsburger en een belangrijk journalist. Daarom sturen we de beste man die we hebben. Hij is een overlever. En een Mr. Nobody. Snel, discreet en volstrekt onopvallend. Niemand kent hem, niemand zal hem ooit kennen. Hooguit als financieel expert van Trust Limited. Die rentepercentages die moeten echt naar beneden, hoor. De trust wil toch niet meer dan 2% betalen? We komen niet door de koppigheid van die directie heen. Ja, we zijn een caritatieve instelling. De Algemene Bank is niet de enige bank. Ze zijn wel het meeste vertrouwen. Nou, dat is tenminste iets. Ik zou de 2,5% gaan, niet meer. Juridisch adviseur van een bevelhebber. Elvira Poelgeest. Vrouw die het mooiste Nederlands spreekt van heel Suriname. Mooi, maar een tang heeft geplot. Marxist. Ik ben blij dat je onze gelederen komt versterken met zo'n staat van diensten. Waarom ben je eigenlijk opgehaald bij het verzekeringsbedrijf? Je was toch directeur? Manager. Rotterdam is leuk. Kreeg je niet genoeg betaald? Ik ben net gescheiden. En ik zoek een nieuwe horizon. Ik verwacht veel van dit land. Er is hier veel aan de hand, zoals je ongetwijfeld al hebt kunnen constateren. Heb je al een plan van aanpak? Ja, vanuit het binnenland proberen om de hoofdstad te veroveren. Meneer is stratege. Kom, ik ga je toet Paramaribo laten zien. Ik kan je alvast wennen aan dit appelschaas uit aan de Suriname rivier. Radangasa, meneer Springer. Showtime voor de bevelhebber. We hebben van u als economisch adviseur van de Nederlandse ambassade... Ondanks alle daverende ruzies, iets belangrijks geleerd. Energie, inzet, determination. Ga en bereik je doel. Kijk, dat gebruiken we nu om ons land los te trekken uit een moeras... dat sommige aanwezigen hier nog hebben helpen aanleggen. Dag, meneer de ambassadeur. U ook. Goedemiddag. Somewhere over the rainbow doemt een waarlijk socialistisch Suriname op, dankzij een leger dat getraind is door geweldige adviseurs, als meneer Van Bokkel hier. En de tomeloze energie en sportiviteit van mensen als Johannes Springer. Geef die man afloop. Daarom wil ik graag het glas heffen op u, want voor u zal er altijd een plaats zijn in Suriname.
Goedemorgen. Oh, goeiedag, meneer Lipman. Goed geslapen? Mm-hmm. Suriname is een mooie dag, hè? Zeker. We hadden wij afgesproken? Nee. Ik was in de buurt. Hé, hey, waar zat je? Pa, ik heb nu geen tijd. Meneer Lipman, mijn dochter Sandy. Lipman. En dat is meneer Van Bokker van de ambassade, militair attaché. Met het rust. Ja. Welkom in Suriname. Dank u. Het is een mooi land. Jammer dat ze er vaak zo'n puinhoop van maken. Dus u komt ons helpen het land weer op orde te brengen. Ja, dat is mooi. Dat is ook voor de rotties. Ze doen er te veel pepers in. Ja. Adjuma, dan verbrand je helemaal van binnen. Hé, hey, ik moet met je praten. Niet nu. Met heel veel bewondering over hem gesproken. In Nederland ook. Tragisch ongeval. Lipman. Ik werk voor Trust Limited. Verantwoordelijk voor een gestage stroom van ontwikkelingshulp vanuit Nederland naar Suriname. Gestage stroom? Dat valt wel tegen. Wat moet Suriname met al die Nederlandse eisen en voorwaarden om dat geld te krijgen? We praten over politiek? Nee. Over de werkelijkheid. Nou, u weet toch dat Nederland 2,5 miljard voor Suriname over heeft? Ach, meneer Lipman, ik denk niet dat Nederland daar echt veel armer van wordt. Dit is juffrouw Eta Landveld. Meneer Lipman. Meneer Lipman uit Holland. Wat rustig verder. Gaan jullie zitten? Ja, meneer Lipman. Dus dat onderwijsprogramma voor onze mensen het verloopt redelijk. Mm-hmm. We moeten kijken. Termieten. Dat gaas van al die ramen in het hele pand moeten worden vernieuwd. En dit lesmateriaal is hopeloos verouderd. Hier. 1947. Wie gaat het betalen? Mijn salaris. Mm-hmm. Hier zijn uitgaven bij elkaar gevoegd. De inkoop van die schriften en papier en zo, dat is veel minder geweest dan u hier hebt opgeschreven. Meneer, dit is Suriname. Hier betaalt iedereen voor veiligheidsmaatregelen. Maar je moet het natuurlijk wel camoufleren. Protectiegeld? Tegen wie? Tegen wie?
was rechercheur. Maar ik werd overgeplaatst van de narcotica-brigade naar hier het binnenland. Dus werd ik hier maar administrateur. Waarom bent u overgeplaatst? Ik kreeg een probleem toen op een dag 4 militairen een partij in beslag genomen coke zomaar kwamen weghalen. Ze hadden toestemming van mijn overste. Die man doet zelfs de deur voor ze open. Ik zei er wat van en ik werd bedreigd. Als ik mijn mond voorbij zou praten. Was Poelgeest daarom ook hier? Kent u Kevin? Ja, uit Nederland. Journalistiek en... Utrecht. Ja. Hoi. Hij was toch hier? Ja. Maar misschien in oktober. Vlak voordat hij verdronk. Ja, we kennen elkaar lang, Kevin en ik, man. We hadden een tijdje dezelfde vrouw, toch? Dikke Truus van Ondrebom. Maar dat is lang geleden. Wat kwam je doen? Ze zijn hier een hele bos aan wegkappen. En Kevin wilde weten wie er nou precies beter werd van al die houtkapconcessies. En? Waarom zit hier zo'n groot bedrijf? Indonesiërs, meneer. Die mannen hebben hun eigen jungle helemaal weggekapt. En nu komen ze hier precies hetzelfde doen. Het opvallende is alleen dat er in die hele directie maar één Indonesiër zit. De rest zijn allemaal Colombianen. Uit Cali. Die mannen komen wel eens boodschappen doen hier in het dorp. Marsbevel. We hebben een missie. Die ons vele vijanden bezorgt. Een moeilijke, maar rechtvaardige missie. Huh? Weet je, ik lig er wakker van. En dan gaan jullie met de schaar telefoonkabels saboteren. Huh? Leuzen op de muren kalken. Zodat de vooruitgang. Zodat iedere poging om dit land op te bouwen. Er niet wordt gedaan. Huh? En waarom? Omdat jullie van mening verschillen met mij, maar ik wil dialogiseren met jullie. Ik wil samen met jullie dit land opbouwen, verbeteren, de situatie aanpakken. Huh? Zo'n actie schaadt Suriname. En wie aan Suriname komt, komt dan mee. Ophouden dus. Nooit meer doen. Beloofd. Ja, maar. Oké. Move it. Hey. Nooit op mijn schaduw gaan staan. Nooit, nooit, nooit. Oké? Omlopen dus. De Raad van een Democratisch Suriname is gisteravond weer bij elkaar geweest. En weer in Rotterdam. En? Die grappenmakers hebben een schaduwkabinet geformeerd. Ze hebben ditmaal besloten om alles op alles te zetten om jou ten val te brengen. Zo, daar horen wij van op. We spelen gewoon hun spel. Ik stel voor dat we het niet over verder. Een verzoek van de Japanners voor een houtkapconcessie in Saramaka. Die kapvergunningen geven de nodige deviezen. Laat het bedrijf in gang gaan, we hebben dat geld nodig. Ik heb liever die lui uit Colombia. Japanners betalen meer. Goed. Laat de onderminister ondertekenen. Meneer Lageland, wilt u ons even alleen laten? Want ik heb nog wat juridische zaken te bespreken met meester Poelgeest. Deze visser heeft Kevin zien verdrinken. Tegen de tijd dat hij bij hem was, was Kevin al onder water verdwenen. Die oude man schrok zo dat hij er als een speer vandoor is gegaan. Het kostte heel wat moeite om hem te pakken te krijgen. Dus hij heeft Kevin zien verdrinken? Ja, dat zegt hij. We hebben de hele omgeving uitgekampt. Hij is de enige die iets gezien heeft. Kapotte roeiboot. Hij moet met zijn voet ergens achter zijn blijven hangen. Want... Hij kon...
kan toch zwemmen? Zet hem alvast buiten voor meneer. Ja. Maar waarom zo alles over kop? Ik kan hier niet meer slapen. Ik zie steeds weer mijn jongen verdrinken, steeds weer. Afschuwelijk. Ik wil niets meer, maar dan ook helemaal niets meer met dit klote land te maken hebben. Alsof Holland zoveel beter is. Ik stik hier gewoon. En ik dan? Jij gaat toch altijd wel je eigen weg. Ja, toch? Mama. Heeft Kevin jou niet gebeld de avond dat hij verdween? Nee. En die chauffeur? Wat zei die nou over wat ze die dag gedaan hebben? Alleen dat ze waren gaan vissen. Ben je nog in het huis geweest? Ben jij gek geworden? Ik ga daar niet meer naartoe. Dit vond ik in je vaders werkkamer. Hij is voor jou. Er zit alleen geen sleutel bij. Den Haag is van plan om iemand te sturen. Om meer over Poelgeest aan de weet te komen. Ze zijn absoluut niet tevreden met het onderzoek naar zijn verdrinking. Waarom doen ze dit niet officieel? Omdat ze weinig vertrouwen hebben in jullie politie. Ja, zeg maar zelf, man. Die foto in de krant van die kapotte roeiboot op de Saramaca, dat is toch wel een hele magere aanwijzing. Journalist die kan dat niet zomaar verdwijnen. Daar staan een Nederlandse journalist. Dus? Dus. Man, jij bent de baas hier. Ja, we hebben niks gevonden behalve die demente vissen. Zorg dat je alle nieuw aangekomen Nederlanders laat screenen. We kunnen hier geen pottenkijkers gebruiken.
terug. Ik mag niet met vrienden mannen spelen. Heeft je papa helemaal gelijk? Hm? Mijn moeder. Oh, hoe heet je? Kietje, jij? Robert. Heb je kinderen? Ja, een dochter. Hoe heet ze? Anouk. Wat een naam. Heb je pijn? Nee. Je mag wel huilen, hoor. Ja. Ben je bakra? Ja. Oh. Kevin was ook een bakra, hè? Niet waar. Hij was een Surinamer. Ja. Maar wij kennen elkaar uit Nederland. En weet je waarom? Nee. Omdat hij net als ik een bakra is. En bakra's hebben altijd een Nederlands paspoort. Zal wel. Ja. Zag je Kevin vaak? Ja, ik kreeg altijd snoep van hem. Zeg, is erg hè, dat hij verdronken is. Hij is niet verdronken. Oh? Ik zag niks meer. Nou, dan zeg ik ook niks meer, hoor. Waarom ben je eigenlijk hier? Kevin was mijn vriend. Was mijn beste vriend. Oh. Mm-hmm. Ik heb zelf gezien hoe ze hem hebben meegenomen. Hij heeft ze wel een hoop klappen gegeven. Hij was heel sterk. Mm-hmm. En wie hebben hem meegenomen? Drie mannen met mutsen. Eén man had zijn muts bij het vechten verloren. En zou jij die man herkennen? Weet ik niet. Waarom niet? Omdat de ene man een vriend van mijn vader was. Oom Cornelius Rogge. Echt tegen niemand zeggen, hè? Dat zeg ik, zweer het. Ik zweer het. Zeg, waar kan ik die meneer over spreken, weet je dat? Nee. Ja? Ik ben een vriend van Kevin Poelgeest. Ik ben op zoek naar zijn chauffeur. Die heeft nog salaris te goed. Wie? César. U weet vast waar hij woont. Ik ken hem niet. Nou, dat hoeft ook niet. Hm? Deze Poelgeest geeft ons alleen maar ellende, man. Politiejournalisten. Verdwijn van hier, man. Rustig maar. Ik ben een vriend van Kevin. Ik kom alleen maar met de beste bedoelingen. Dood! Hey, ontspannen. Deze bagger is oké, man. Ik weet zeker dat hij hier nooit meer terugkomt. Algemeen red ik geen mensen die mij niet vertrouwen. Ja? Voor u heb ik één keer een uitzondering gemaakt. Je bent politieagent. Dat was ik lang geleden. Je moet mij in de gaten houden. Ik ben nu chauffeur. Ja? U werkt voor de Trust Limited en moet alles weten over Kevin Poelgeest, die niet voor de Trust Limited werkt en waarschijnlijk ook nooit voor het zal werken. En voor wie werk je? Voor de koningin van de nacht.
Wie is dit? Geen idee. Maar ik kom er wel achter. Wie moest u eigenlijk hebben? Kevin Chauffeur. César Bodegraven? Ken je die? Ach, dit is Suriname, man. Chauffeur van Kevin Poelgeest? Een tapoe. We zijn gesloten. Hé, hey, we zijn geen politieagenten, man. Oh wel, bakkeras. Zie ik eruit als een bakkera. Hé, hey, kijk, luister. Deze meneer komt helemaal uit Nederland om informatie in te winnen van zijn beste vriend die verdronken is. En jij bent zo onbeschoft om die man het woord niet te gunnen. Zonder het woord zijn we niks, man. Alleen maar iets kakkerlakken, wormen, piranha's. Jongen, je moet je schamen. Zij wasabi. Wat moet je weten? Luister, vertel ons over de laatste dagen van je baas. Hij was oké. We houden onze mond, hoor. Waarom zou ik met jou moeten praten? Kevin en ik waren collega-journalisten. Je nationalist. Kom nou. Niet meer, ik kan niet zo goed schrijven. En ik heb een hekel aan lange interviews. Bovendien betalen ze ook heel erg slecht. Nou? Een paar weken geleden, op de dag van zijn verdwijning, zijn we helemaal naar de Marowijnrivier gereden. Daar heeft hij een babbeltje gemaakt met iemand die speciaal daarvoor uit Frans-Guyana was gekomen. Choka Ferry, ex-militair. Hij en de bevelhebber liggen elkaar niet. Jugu-jugu met kook. Waar hadden ze het over? Meneer Sabi, ik ben maar een eenvoudige chauffeur. Hé, hey, Jure. Zonder baas Kevin heb ik geen werk. Het enige wat ik weet, is dat hij envelop heeft meegekregen. Goedemiddag, mevrouw. Hij werkt voor Trust? Dag, mevrouw Poelgeest. Hij werkt voor Trust? Dat bedrijf dat gebruikt hij alleen als dekmantel. Maar dat is een vermoeden. Oppakken? Ben nog gek. Laat hem gewoon even zijn gang gaan. Meer iets voor Laagland. Jullie hebben het over Lipman. Ja. Ik kom net van Kevins huis vandaan. Daar wilde hij het adres van Kevin's chauffeur hebben. Hij zei dat ze vrienden zijn. Waren. Uit Nederland. Als hij een commandotraining had gehad, dan zou ik hem toch moeten kennen. Ik geloof dat het gewoon een informant is. Softie. Laat hem maar Laagland over. Nee, ik hou me met hem bezig. Hij wil mij kennelijk nog een hoop dingen vragen. Hij was al bij me thuis. Maak je geen zorgen, ik heb hem niet binnengelaten. Verlies hem niet uit het oog. Van de Colombiaan en hun kook naar de bevelhebber van dit land. En die lijn was Poelgeest volgens mij nog net op het spoor. Als
we willen weten waar Poelgeest is, moeten we dat hele kooktraject nabluizen. Maar hoe weet u of hij nog leeft? Zijn lichaam is nooit gevonden. Misschien heeft de bevelhebber nog nodig. Levend. En dan zijn er bankchecks. Onderwijsprojecten van Trust. Komt niet uit Suriname, helemaal niet uit Nederland. De nummers op die checks, die kloppen niet. Zwart geld? Ja, wit wordt gewassen. Waar komt het geld vandaan? Colombia? Maar wat doen Colombiaanse checks nou in Suriname? Nou ken ik iemand die bij de Algemene Bank werkt. En die toevallig jouw dochter is. Wat? Hey, no, 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 no. No. Ik vind het heel erg dat uw broer er niet meer is, mevrouw Poelgeest. Maar ik kan u niet in de kluis laten. Ik begrijp dat je voor niemand een uitzondering kan maken, maar in het bijzondere geval wil ik je één keer vragen mij te helpen. Het spijt me. Je weet wat dat voor jou kan betekenen. Ik kan u niet helpen. Ik moet met een gerechtelijk bevel komen om jou ervan te overtuigen dat je mij in die kluis moet laten. Die consequenties ga je nemen. Ik moet me aan de regels houden. Die consequenties ga je nemen? Geld gekregen. Ik weet niks van geld. Waarom heeft hij dat geld gekregen? Moest hij soms zijn mond houden? Niet iedereen wilde in 1975 onafhankelijkheid. Ze waren bang dat de stemmen in het Surinaamse parlement zouden staken. Of erger nog, dat er een kleine meerderheid helemaal niet los wilde van Nederland. De Nederlandse regering van toen onder leiding van Den Uyl had idealen. Den Uyl wilde en zou en moest decoloniseren. Zo wilde hij de volgende verkiezingen winnen. Want wat was er nou mooier dan een kolonie onafhankelijkheid geven? De Partij van de Arbeid zou zich op de borst kunnen slaan. En papa wilde niet. Papa wilde niet los van Nederland. Kon Suriname wel op eigen benen staan? Met maar een paar honderdduizend mensen. Laten we zeggen dat hij twijfels had. Dat hij ernstige twijfels had. Een klein stootje in de rug moest hem van dat idee afhelpen. Smerige Bakra, ze heeft niks met dat geld gedaan. Omdat het bloedgeld was. Maar hij hield net iets te veel van het leven om dat geld zomaar weg te gooien. Als het mis zou gaan met Suriname, dan kon hij altijd nog weg. Het is gewoon een verrader, een oplichter. Je moet het ruimer zien. En Kevin wist dit allemaal. Hij had zo zijn vermoedens. Mag ik? Ja. Wat moet jij van Kevin? Niets. En daarom wil jij praten met Kevin's chauffeur? Kevin is dood. Volgens die kranten. Verdronken in de Saramakka. Wat ben jij voor iemand? Een agent? Nee, financieel manager voor Trust Limited. Voor wie werk je? Hoe ken je Kevin? School voor journalistiek in Utrecht. Wat kom je doen? Ik wil weten of Kevin nog leeft. Man, ik weet dat jij door Den Haag gestuurd bent. Draai er niet omheen.
Onder leiding van dit type werd hij meegenomen. Wie is zijn opdrachtgever? Kevin wist kennelijk dingen die hij beter niet kon weten. Over drugs bijvoorbeeld. Jij werkt voor de raad? Zat Kevin achter jouw baas, hè? Hij was een tegenstander. Omdat hij niet zoals jij in de drugs zat? Wilden jullie hem daarom uit de weg laten ruimen? Kevin was mijn broer. No problem, Mr. President. No problem. I have to get rid of this coonhead man. We will settle this. Stanley Prim will be the first. He is going to pay cash, and he can keep the change. Nee, nee, dat is heerlijk hoor, dank u wel. Heb ik er niet te veel adjuma in gedaan? Nee, nee, nee. De informatie waar u om gevraagd had. Er wordt heel veel cashgeld gestort door Elvira Poelgeest. Kijk. Dit zijn de dagen waarop ze met geld langs is geweest. Mm-hmm. De bank heeft uitdrukkelijk opdracht gekregen geen vragen te stellen. Business as usual. Het geld gaat via Grenada naar de Banco del Estado in Cali, Colombia. Filiaal van de Algemene Bank daar, die wisselt dat geld om voor checks van gemiddeld 1000 gulden. Met die checks worden dan allerlei goederen gekocht. Slaolie, centrifuges, cola. Je kan het zo gek niet bedenken. Maar waarom zo ingewikkeld? Omdat er geld stinkt, moet dus legaal worden gemaakt. In Colombia. En ik heb nog iets merkwaardigs gevonden. Bankafschriften van die Van Bokkel van mij. Waarop een hoop geld was overgemaakt vanuit een rekening in Miami. En van welke rekening? Children Care, een of andere Amerikaanse welvaarorganisatie. DEA. Die antidrugsorganisatie? Mm-hmm. Wauw. En mijn dokter houdt het met die kerel. Pa, rustig. Meneer Nassam, wat is uw functie? De functie is president van de Surinaamse regering in ballingschap. Op hoe jaar is het gemunt? Vermoedelijk was deze executie een vergissing. Maar dat bandje trad op in de zaal naast de ruimte waar wij met de Raad voor een Democratisch Suriname zouden vergaderen. U heeft dus geluk gehad. Geluk is niet het juiste woord als er vier ons geluk? Ze zijn overal. Dat is een waar woord, ja. Waarom zit er achter deze aanslag? Als ik dat zou weten... Dat gaat vermoeden. Zeker. Die plekken zijn verdronken. Dood water. Geen stroming. En geen lichaam gevonden. Een oude visser heeft hem zien verdrinken.
Nou, dan heb je het bewijs. Heb je die vissen zelf gesproken? Zeg, wat zat er in die envelop die Kevin bij zich had? Welke envelop? Die van Sokka Ferré heeft gekregen. Heeft die iets te maken met drugs? Wil hij iets publiceren? Wat is er? Kevin kreeg wel eens informatie voor de Raad voor een Democratisch Suriname. Passende informatie. Zoals? Wij stonden politiek tegenover elkaar. De avond dat hij verdween heb ik hem nog gebeld. Hij zei dat hij me iets moest laten zien of horen. Hij was op het spoor van de drugshandel, van de mensen waar zijn eigen zus mee omgaat. Ik zit niet in de drugshandel. Heb je er dan mee te maken? Helemaal niets. Witwassen van drugsgeld een paar keer per maand, dat is niets. 31 augustus, 11 september, 17 oktober, ergens in november, lever jij bij de Algemene Bank een koffertje met geld in. Je krijgt er checks voor terug, uit Colombia. Goed, ik was geldwit. Maar dat zijn allemaal bedragen van Nederlandse en andere firma's die zo graag zaken met ons willen doen. Ik verzamel die gelden en verzilver ze in checks. Zo kopen wij dingen die we hier nodig hebben. Waarom via Cali, Colombia? Heel hard nodig hebben. Bezwaar? Sociale revolutie kost geld. Heel veel geld. Nederland levert hem wel een patrouilleboot. Maar wie betaalt de motor die er kapot bij wordt geleverd? En wie geeft al die oude mensen en die sloebers op straat te eten? Robin Hood en zijn Colombianen. Beter dan Nederland en het afscheid van haar koloniën. Eerst maken jullie er een puinhoop van in Indonesië. Dan in Nieuw-Guinea. En nou komen jullie hier weer een troep achterlaten. Om opnieuw op jullie oh zo frisse manier van een koloniaal trauma af te komen. Suriname is onafhankelijk. Wij Surinamers staan er alleen voor. Elke hulp is meegenomen. Nou, zielig zeg. Als wij op die manier geld kunnen krijgen voor de goede zaak, dan doen wij dat. Dat vereist de revolutie. Kookhandel met Colombianen uit idealisme. Bakra's willen drugs. Dus komen de drugs voor Bakra's. Simple as that. Als Suriname er beter van wordt, dan so be it. Het geld dat daarmee wordt verdiend dient als basis voor een nieuwe welvaart van Suriname. Wat lach je. Waar is mijn broer? Dat probeer ik uit te zoeken. Is hij vermoord? Time. We had schedules. Tight schedules. Where the fuck were you? Shut up. Time. One more time. No more time, understand me? It's your problem. Surprise. Die maanrogger gaat vanmiddag de stad uit. Is niet de eerste keer vandaag. Het schijnt dat hij een vrachtje moet afleveren ergens in de buurt van Jacobskonde, waar een meloenplantage moet zijn. Twee trucks vol met kleren, eten, drank. Misschien is dat iets. Mm-hmm. Alleen Jopie Minus zou maar als die draapje toch? Ja toch, is het de buurt waar we die twee dieven hadden gevangen? Zab je met... Op het Chinasee? Ja, dat ben je toch. Temilong, Abakawamang. Abon. Mm-hmm.
Hey! Vastgehouden. Op een plantage in het binnenland, streng bewaakt door militairen en Colombianen. Rogge heeft me daar naartoe geleid. Hij wordt vastgehouden. Gemarteld. Oh shit, nee. Ja. Wat een klote streek. Iedereen belazert me. Ja, je kolonel bedriegt je waar je bij bent. Mijn kolonel? Hou me niet voor de gek. It's my life, baby. Je bent in gevaar. Zijn handen druipen van de coke. Hij vermoordt zijn tegenstanders. Vraag maar aan die muzici in Rotterdam. Pak dit op mijn manier aan. Voorzichtig. Hij is niet dom. Het is mijn zaak. Nee, het is nu ook mijn zaak. Maar het is mijn broer! Ja, en daarom moet jij gewoon je minnaar blijven zien. En net doen alsof je van niks weet. En je vertelt mij alles wat je hebt gehoord en gezien. Dus kan je echt iets voor Kevin betekenen. En ik wil dat je meegaat naar Sokka Furé en Frans Giaar. Die weet meer over die envelop. Waarom vertel je dit allemaal mij? Omdat ik jou nodig heb. Spijt. Oh, ja, mag nog niet spijt. Wie waren die overvallers? Ik ken die mannen niet. Ik heb u al gezegd. Man, ik ken ze niet. Je moet me geloven. Onzin! Je hebt militair. Militairen slapen niet. Militairen letten op. Ik weet niet meer dan dat het een bagra en een kriool waren. Lippen, shit. Op uitgerekend een van de best bewaakte plekken van Suriname kan een stelletje terroristen van de Raad voor de Democratische Suriname hun gang gaan. Omdat zo'n domme kokosnoot hier stom is, dan maak je toch met de keel. Die bakker moet worden aangepakt. Goed dat je vlucht kon krijgen. Ik haat Miami. Hij leeft dus. Waarom? Waarom is hij niet uit de weg geruimd? Hij is nuttig. Omdat hij Nederlander is. Verdacht van betrokkenheid in Surinaamse aangelegenheden. Een pion die op elk moment kan worden ingezet. En wat gaan we doen? Een peloton mariniers naar de plantage sturen en die poelgeest bevrijden? Hm? Of gaan we kijken wat poelgeest wist? Kennis over kook. Of vanwege een envelop. Sokka Furé weet daar meer van. Furé? Ja. Laat de Amerikanen het maar niet horen. Ze staan te springen om hier wat werk te komen verrichten.
Onder het mom van een narco-staat in wording een lesje te geven, willen ze die communisten hier de laan uitsturen. Dit zijn geen communisten, maar amateurs, alle Pol Pot en zijn Cambodjanen, intellectuelen dood en iedereen de stad uit. Je weet dat Nederland zich koste wat kost afzijdig wil houden. Wel nu, Lipman, je bent goed, heel goed, en ik wil zuinig op je zijn. Hoe bevalt eigenlijk Elvira Poelgeest, minnares en adviseur van de bevelhebber? Ja, ik neem aan dat je een mond houdt waar haar broer vastgehouden wordt. Goed, ik neem het van u van je over. De situatie is te gespannen. Eén misstap en een heleboel explodeert hier. Bij deze is je taak volbracht. Je laatste rekening zal worden betaald. Je kan weer terug naar Nederland. Ik denk dat ik me hier wel nuttig voor je kan maken. Ach, kom nou toch. Ze hebben je gezien. Morgenavond verlaat je het land. Toch, Robert? Ja, ze pikken het niet meer. Ja. Stanley Priem wakkert ze aan. Dag in, dag uit. Radiostations. Interviews in de kranten. Ben je het gek dat de mensen horen dol worden? Doe er wat aan. Ga de confrontatie aan. Met alle middelen. Doe er je voordeel mee. Ik ben er niet klaar voor. Jij bent leider van het hele land. Zorg dat hij de macht weer in de handen krijgt. En deze keer houdt. Die chaos heeft lang genoeg geduurd. Pak de draad weer op waar je bent gebleven. Bij die revolutie van 2 jaar geleden. En doe het nu. Je weet waar je me kan vinden. Dat heb ik ook moe geweest. Ik had je niet verwacht. Was het met Van Bokkel? Nou, dat was weer de oude leraar. Goed, werk aan de winkel. Die Japanners willen zoveel autonomie in hun houtkapconcessies dat ik me afvraag of het nog zin heeft om verder met ze in zee te gaan. Maar ze hebben het al betaald. Ja, maar dat maakt ze nog geen eigenaar van grote gebieden van dit land. Mensen worden zo'n beetje slaaf van die houtkapfirma's, is de omgekeerde wereld. Dus? Afblazen, tenzij ze inbinden. Hoogspel. Het is hier geen speeltuin waar iedereen maar een beetje kan doen en laten wat hij wil. Hé, hey, wat ben je fel? Je ziet er moe uit. Ben jij nog bij mij? Ja. Ja. Maar weet je, ik word zo langzamerhand gek. Je moet weten wat er met Kevin is gebeurd. Dat weet je toch? Waar is zijn lichaam? Vera, relax. Torek? Vera? Wij horen bij elkaar. Allemaal. Dat maakt ons sterk. Caffere, is in Frans Guyana. Rustig, man. Nee, kijk, rustig, jongens. Nee, kijk, over. Koer. Welkom, prinses. Wat kan ik voor je betekenen? Nou? Ik heb een broer die alles voor mij betekent. Hij is vermist. Verdronken. Vermist. Wat zat er in die envelop?
Je weet dat ik het niet eens was met onze baas. Hij verandert het land in een geitenwolle sokkenfabriek. In plaats van een bloeiende nation. Ik kwam op het spoor van allerlei interessante papieren. Bevel was er heel trots op en had die in zijn slaapkamer. In een kluis met als code de datum van de revolutie van 1980 verborgen. Dus pikte ik die envelop vol Paramaribo papers. En ik gaf ze aan Kevin. In de hoop dat hij ze in Nederland aan meneer Nachtzaam en zijn raad voor een democratisch Suriname zou geven. Maar Kevin werd opgepakt door de geheime politie van Vrafra Laagland. Wat staat er in die papier? Het is bewijsmateriaal van de pogingen van Nederland om via Van Bokko de coup van februari 1980 te steunen. Daarom moesten die Paramaribo papers bij de raad terechtkomen. Dan zal iedereen weten dat onze bevel zonder Nederland en zonder die meneer Van Bokko niets was, niets is en niets zal worden. Een drugshandelaar. De Raad voor een Democratisch Suriname wil gewoon weer aan de macht komen met een drugshandelaar. Dit zijn de mensen die met hun corruptie en hun onkunde de hele regering verziekten. Ik wil niks met die lui te maken hebben, helemaal niks. Kevin's envelop ligt hoofdzakelijk weer in het huis van de bevel. Maar wij moeten zorgen dat we hem pakken. Ja. We're busy. Ja, ik zie dat jullie druk bezig zijn. Maar ik vroeg me toch af of... Nee, ik heb nu even geen tijd. Ik heb belangrijke zaken te doen. Onzin. Ik ben hier toch niet voor niks. Maak van tevoren een afspraak als je komt. Bellen. Van Bokko rommelt met de Amerikanen. Elvira en lidma van de trust bij Sokka Ferre. Chico, hoorde Sokka hen vertellen over die Paramaribo papers. Ze weten zelfs je kluisnummer. Je ligt op straat. Ik ben net op tijd. Bier? Kan ik je nog vertrouwen? Wat denk je? Wat moet je met die bakker? Waarom laat je me zo vallen? Ik dacht dat we iets hadden samen. Zo Caveré. Maak je geen zorgen, ik moet niks van die drugshandelaar hebben. Come on, de raad wil je amnestie geven. Wat moet ik met al die verhalen? Ben jij nog van mij? Ja, wat dacht je anders? Waarom liet je mijn broer vermoorden? Ik heb je broer niet laten vermoorden. Wie dan wel? Hij wordt vastgehouden door een stel kookjongens uit Colombia. Hij zat op een staart. En ze willen hem wel vrij laten voor een hoop geld. Voor heel veel geld.
En maak je geen zorgen, je broer is binnenkort vrij. En mij zeg je niks? Landsbelang! Ik kon niks zeggen. Mijn broer. Die Bakra Lipman is levensgevaarlijk. Ik weet hoe ver ik kan gaan. Je moet niet met me spelen. Ik speel niet. Ik heb dingen te doen. Wanneer zien we elkaar weer? Ze stinkt. Het smaakt door die. Dus? Die Paramaribo-pepers moeten maar weer eens gestolen worden door een andere Nederlander. Dus je offert haar op? Helaas. We pakken ze als spionnen met de Paramaribo-pepers en hebben Nederland in de tang. Nederland zal dan heel erg haar best moeten doen om nog langer te ontkennen dat ze zich bemoeit met Surinaamse staatsaangelegenheden. Dus? Je maakt een afspraak met haar over bijvoorbeeld de concessies op Saramaca. Jij bent niet thuis. Eigenlijk is niemand thuis. En we wachten af wat ze doet. En we sturen de ambassade alvast wat foto's. Daar warming op. Jij bent een slecht mens, Lagla. Wat doet die Lipman daar, Schaarsma? Waarom heb jij zo'n klooion ingezet? Of doet hij dat allemaal in opdracht van jou? Nee. Hij werkt voor zichzelf nu. Samen met de juridische mobbie van de bevelhebber. Ik wil dat geen enkele Nederlander betrokken raakt bij interne Surinaamse zaken. Geen enkele. Lipman is mijn pakje aan. Maak je maar geen zorgen. En wat doen we met Van Bokkel? Die loopt de bevelhebber op te jutten. Loopt helemaal spaak. Ja, Van Bokkel hoopt dat Nederland er eindelijk in zal grijpen in deze puinhoop. Uiteraard gesteund door onze Amerikaanse vrienden. Die flikt weer een geintje, net als in 1980. Alleen veel erger. Schuif maar, doe iets. Dit mag potverdomme niet bekend worden. Odi is een kwartier geleden al vertrokken. Goedemiddag. Goedemiddag. Thank you.
Luister dan. We hebben mede een van die mannen voor je te pakken. Maar we hebben liever niet dat jullie komen dieken in onze zaak hier. Als er maar niks over komt, anders ga jij eraan, oké? Dit begin 1980. Hier wordt Van Bokkel door de ambassadeur gevraagd om te stoppen met militaire adviezen aan de sergeanten die op punt staan de coup te gaan plegen. Hier, Klaarhout, ambassadeur. Hè? Als dit uitlekt, heeft Nederland een probleem. De Nederlandse regering steunt dan wel een mogelijke coup, maar wil er nooit of te nimmer aan herinnerd worden dat ze deze coup zou steunen. Ja. Als jij nou stipt een aanwijzing had, dan kan er gewoon helemaal niks misgaan. Wat wil je dan precies dat we doen? Dat je bij de wapendepots inbreekt. Laat het op een gewone inbraak lijken, dus geen grootschalige militaire acties of dat soort ongein. Van Bokkel. Oké. Dan nog iets. Je bent een leider. Maar een leider die kan zich niet van alles permitteren. Je draagt de verantwoordelijkheid voor een heel volk. En intussen laat je je vrienden maar een beetje rotzooien met auto's en drugs. Doe er wat aan. Discipline. Als dit in Nederland in de krant komt, dan kan de Nederlandse regering aftreden. Hè? Hier, $70.000. Blikking van Laagland, afkomstig van Schaafsma. Vanwege diensten. Ja. Wat heb jij? Nee. Wat is er? Deze afschriften gaan niet de wereld in. Mijn vader heeft geld gekregen via Laagland, die dat weer kreeg van die Schaafsma. Cash. Als vergoeding voor zijn stem voor de onafhankelijkheid in 75. Wacht even, dat geld dat kwam uit Nederland? Mijn vader is hier een held. Als mensen dit te weten komen, dan hebben we niets meer om trots op te zijn. Je broer wist dit. Ja. Jij houdt van je land. Als je dit niet bekend maakt, dan... Ja. Daar is rust. Mijn heren, goedemiddag. Slecht nieuws. De heer Van Bokkel is overstag gegaan voor die Amerikanen. Hij heeft hier de nacht belangrijke staatsdocumenten ontvriend en is betrapt. Nadat hij u, bevelhebber, heeft geprobeerd op te stoken om kortementen te maken met de oppositie. Nadat hij als DEA-agent u in de val heeft willen laten lopen met zogenaamde cocaïnehandeltjes. Zodanig, dank u, luitenant. Zodanig dat Nederlandse mariniers uit Willemstad anytime hier naartoe kunnen worden gestuurd. En die Amerikanen vrij spel hebben. Daarop heeft hij een envelop gestolen met papers erin. Deze papers bevatten belangrijke strategische informatie over Suriname. En de heren, de onafhankelijkheid van Suriname staat op het spel. En daarom wil ik de dieven lesje leren die hem nog heel lang zal heugen. Hier bij uw orders. Ik ga ervan uit dat ze met de uiterste precisie en discretie worden uitgevoerd. In het belang van Suriname. Gaat u gaan. De aftrap is gegeven. Nou, wat doen we met die andere pion dan? Die was toch gedronken? Voor concrete actie. En dat gaat nu gebeuren. We gaan nu. Goedenavond, mevrouw Poelgeest. Gaat u zitten. Zijn er nog vragen? Ja, die openbaar vervoerstaking kan die dag worden uitgesteld. Morgen vanaf 6 uur zal het hele land verlamd raken. Zo, mensen. Zo zullen we hem en zijn hele kliek dwingen om naar ons te luisteren en per omgaande verkiezing uit te schrijven. Ja.
We zien elkaar morgen om 17:30. Mevrouw Bolgeest, waar heb ik deze eer aan te danken? Mag ik u even voorstellen aan de heer Lippmann? Stanley Priem. Meneer Priem, ik moet u iets laten zien waar u wellicht iets aan heeft. Komen deze papers vandaan? Doet er niet toe, ze zijn authentiek. De transcriptie van het cassettebandje is door Laagland gedaan. De correcties zijn in zijn handschrift. Als dit bekend wordt dan... Zorg dat jullie stand-by blijven, hè? Ik regel het wel hier. Priem is opgepakt. Arrestatieteams in de hele stad zijn bezig oppositieleden op te pakken. Van Bokkel is verdwenen. Lippmann zit vast in de centrale kazerne. We moeten met de evacuatieplannen beginnen. En Lippmann dan? Afschrijfpost. Eigen keuze. De DIE zal zich wel met Van Bokkel bezighouden. Geen sprake van. Als Lippmann, al is het dan nog zo'n geheim agent, zijn mond voorbij praat, heeft Nederland een probleem. Groot probleem. Lippmann is betrokken bij waarschijnlijk een coup-poging, al dan niet verzonnen door de bevelhebber. Al die moeite voor een lost case. Jij doet je best maar. Ik wil niet dat de Amerikanen hier geen huis houden. De mariniers op Curaçao en Frans-Guyana staan klaar om in te grijpen. Voor de evacuaties wachten ze op een teken van u. Ik wil de Nederlanders weg hebben van hier, niet erbij. Waarom zijn er mensen vermoord?
Dat zij of wij. Wij zijn ze een stapje voor geweest. Ja, maar de Nederlanders noemen u wel een nieuwe Idi Amin. Voor Holland is deze bevelhebber een Idi Amin. Hij vermoordt mensen. Hij mishandelt mensen. Weet ik veel wat ik allemaal niet doe. In het begin ergerde ik me eraan. Maar na verloop van tijd ga je ermee leren leven. Ik lees zulke persverhalen zelfs. Wel als verpozing. Idi Amin was in het internaat. Ik was in het internaat. Idi Amin was onderofficier. Ik was onderofficier. Idi Amin was sportsman. Ik was sportsman. Een tafel heeft vier poten. Een ezel heeft vier poten. Dus een ezel is een tafel. Hey, meekomen. Graafstraat 55, nu. Waarvan dan? Geen. Arrugan. Jij bent vrij. Ik dood geen vrouw waarvan ik hou. Zoals ik ook geen hoer dood. Blij zijn dat de ambassadeur zich bekommert om elke Nederlander. Goeiedag, krantje voor u, meneer. Dank u. Voor u ook een krant, meneer. Voor de Nederlandse inmenging in de coup van 1980. De bevelhebber was niet meer dan een pion van Nederland. Dit is de reden voor het oppakken van Poelgeest. Klootzak. Lood hem, oud ijzer. Poelgeest is gevonden. Verdronken. Zijn lichaam lag precies op dezelfde plaats als waar hij zogenaamd kopje onder is gegaan. 6 weken geleden. Ja. Nog helemaal intact voor de rest. Het blijft een merkwaardig land. Mevrouw Poelgeest? Dood. Neergeschoten toen ze probeerde te ontsnappen. Heb je nou nog niet door? Alles is door de bevelhebber in scène gezet. Je bent een speelbal geweest, niets meer. Zullen we het er maar op houden dat deze papieren niet bestaan? De kranten denken er misschien niet zo over. Ze zijn fake. Het zal de Telegraaf of Vrij Nederland een rotzorg zijn. Ja, herken je die handtekening? Iedereen kan die namaken.
wel een bewijs dat parlementaire poelgeest in 1975 door jou hoogstpersoonlijk is betaald om een stem uit te brengen ten gunste van de onafhankelijkheid. Delaan en Ploem, die konden tevreden zijn. Iedereen doet zijn werk. Kom je niet meer weg? Misschien moet jij je niet zo vastklampen aan allerhande complottheorieën. Je moet het maar zo zien. Als ik er niet geweest was, was het met je afgelopen geweest. Dus in het vervolg je nooit tegen je chef richten. En geen chantage, alsjeblieft. Daar komt narigheid van. Ook de Amerikanen lusten je rouw. Eerste klas eikel dat je bent. Geen politiek was de opdracht. Amateur. Sigue Luke fac an country e la selviri sari fredeta quinosa fintampe iere faden sulafvi te soctu scuola Den begi gonase Iere tromanti e freiri orca Une iere fadente de wan fuecre Alla winti draigona den oso Lagado opogonahe Ala bromchi dede sasafa ya lobi Beji mifu poteng lobi na use Beji mifu poteng lobi Now say.